ons het ontmoet in 2010 in Oranjeville bij een feest. En ons is nou? Een jaar en... Een half. Ja, so'n beetje oor een jaar na. Getrouwd. Ek het een Don Williams en Country Legendes tribute CD wat nou tans uit is. En ja, dit is waarmee ek myself vir die volgende jaar gaan bezig hou met die Don Williams tribute show en dan ja, toere. Wel, ek het onlangs een splinter nieuwe single vrygestel, wat een nieuwe liedje is wat ek geskryf het met een lekker concept, denk ek nogal, het gaan so'n bykie oor die bullies en mense wat geboelie word, en dan is ek baie blij om te kan sê dat Liefling kom terug in December, so dit is lekker, en ek sien uit dan ja, ek meen dit gaan by die Monte Casino wees in die theater, so die mense kan uitkyk daarvoor, en dis maar waarmee ek myself bezig hou. Ek dink ons vra mekaar baie vra in terme, vir alles het kom by die as ons liedjie skryf, vra ons mekaar so opinies en help dalk hier met 'n woordjie of 'n melodie of so, en dan vertoning gewys, sou ons nie verskriklik, ons het nie 'n produksie saam nie, maar baie van die feeste en klein dorpies boek ons nou saam, omdat ons getrouwd is en goed so, dan het ons een vertoning wat dan sal ek saam met haar bijvoorbeeld 2 of 3 liedjies op die verhoog saam sing. Privaat gewys gaan ek en sy eers nog so rukkie, maar alleen wees, nog die kinders. Allemaal vraag dit. Ja, en sê die, wel 2015 besigheidsgewys sal ek teen volgende jaar September, en ek geloof sy ook dan weer, sal ek weer oorspronklike Afrikaanse album uitbring, as die Don Williams een nou eerst klaar is, en sy sal ook nieuwe album weer uit hee volgende jaar. Ek hoop so.